In de Al-Furqan Moskee in Eindhoven is een herdenkingsdienst geweest voor Abdelhak H., de jongen die omkwam bij de juweliersoverval in Deurne. Er waren tientallen jongeren bij de dienst aanwezig om de overleden jongen een laatste eer te bewijzen. Tijdens de herdenking was de kist van de 20-jarige jongen aanwezig. Het lichaam van Abdelhak H. wordt vandaag nog naar Marokko gevlogen. Daar zal de begrafenis plaatsvinden.